It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja. Het is 13:23. Ik had al eigenlijk weg willen zijn. Maar ik moet eerst even snel met de meisjes uit. En daarna gaan we weg. Ja, ik heb even op onthoud gehad. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Hé, ja toch? Ja. We gaan even de meisjes uitlaten en daarna gaan we er hard op. En jullie gaan gezellig met mij mee. Ja, ik zou met de taxi, maar het is prachtig mooi weer. En het is 14 graden. En de lucht is blauw, het is bewolkt, het zonnetje schijnt. Dus wat willen we nog meer? Geen regen van betekenis vandaag, dus ik ga rustig op de boeter weg. Ik hoef niet met een taxi. En ja... Degene die met me mee zou, die zou ik daar zien. Ik weet niet. We werken het wel. Maar ik geef me de meisjes weg. En dan zien we verder. Ja. Dus ja, nogmaals welkom weer bij ons. Bij een nieuwe vlog. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet zeker ook weer met ons mee. Tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer thuis met de meisjes. Ik denk, ik hou mijn jas aan, want ik ga toch gelijk weg. Ja, dus... En ik heb een sleuteltje en een hele stukje van mijn stok alweer gepakt. Sleuteltje van de booster. Ik heb een zak vol met snoepjes. Die gaat in mijn mond. Die gaat op mijn neus. En jullie gaan mee in een andere tas. Dus ja, we gaan genieten. De andere persoon die is er al. Hoorde ik. Tenminste las ik daarnet. Dus het komt helemaal goed. Ze zeggen geniet. Van de dingen die je zelf doet. Maar geniet ook vooral weer met ons mee. En tot later. Doei! En waar zijn we nou aanbeland? Ik ben nu in Den Helder. Ja, maar wat dit heeft? Dit is een spirituele beurs. Infinity spirituele beurs. Een spirituele beurs. Ja. Daar zijn we aanbeland. Dus ja, we gaan met haar verder. Dan kan zij ook verder. Maar ja, niet iedereen wil erop. Dus ja, ik zal meer zachter zetten. Nee, ik ga achter u langs. Dat lijkt me een beetje slimmer. Even tussen. Nou, en dan is hier een gesprek. Oh, wat mooi, die beelden ook, hè? Kan ik jou niet nu wegnemen? Nee. Ik kan je alleen een handvat geven. Doe je daar maar van. Nou. Ik wil even daar die tafel daar toe. Mag ik daar naar die tafel toe? Ik ben een vlogger, ik wil wel even wat dingen op beeld hebben, hè? Hi. Zou jij op de vlog willen? Daarom vraag ik het ook. Ja, okay. Ik vroeg het al. Want er komt al een meneer bij me. Ja. Ik vroeg het al. En verder doe ik het naar de grond. Oké. Ik weet hoe het moet. Zou je het erg vinden om de vlog te willen? Ja, dat wil ik wel. Wil ze wel. U bent de Amazing Woman, zag ik op de... Ja, nou ja, op YouTube ben ik Corina en de Beestenboel. Ah, Corina met IE. Ja. Ja. Maar wat is dit allemaal? Kan jij dat aan mijn volgers uitleggen? Dit zijn stenen. En dat zijn hele bijzondere stenen, want die hebben een energetische werking. Dat wil zeggen dat ze kunnen ondersteunen bij bepaalde processen. Zoals bijvoorbeeld rouw en verlies, of omgaan met faalangst, bescherming tegen negatieve energieën. Nou, ieder steen heeft zijn eigen kracht. Kracht, dus ja. Die kun je bij je dragen. En dan heb ik er thuis nog maar twee. Heb
Ze zullen thuis nog maar twee. Ja. Nou, dat is wel heel weinig, hè? Heel weinig, ja. Maar ik ben geen pas. Ja. Ik heb ook tarotkaarten, ik heb heksenkaarten, dus ja. Ja, nou, maar ze heeft wel een goed begin. Ja. Leuk. Nou. Ja, helemaal leuk. Ja, en ik heb dan ook nog wat sieraden waar er nog stenen in zitten, zodat je ze wat makkelijker bij je kunt dragen. Kan ik meer bij. Kan ja, maar er kan wel wat af en wat anders op. Nee. Ik heb één steen en dat zit in die gouden. Maar wat voor steen dat is, dat weet ik. Ja, dat kan ik zo. Hey schat, daar ben je. Ik denk je moet ergens zijn, zo groot is het hier. Nee, ja. Kijk, zij mag er ook op, want zij komt er altijd op. Ja, kijk aan. Heb jij een rozenkwarts? Jazeker heb ik dat. Ik heb maar die ik echt kan dragen. Ja, ik heb een hele mooie hanger daar aan die kant van rozenkwarts. Ik heb bij mij ook niet. Ik heb al drie kettingen om en die twee gaan sowieso niet af. Je kunt erbij dragen, maar dat uit. Ik kan helemaal vol hangen hoor. Ja, dat weet ik. Ja, ik kan net een vrouw. Die nam zakjes mee. Die zakjes die zijn ook van bepaalde werking. En ze kon niet kiezen, maar ik zeg heel veel. Ik was bij haar geweest, ze zegt je moet een rozenkwarts dragen. Nou ja. Maar is een mevrouw die een rozenkwarts. Deze is denk ik een beetje groot om te dragen. Waar dient een rozenkwarts dan voor? We gaan even verder. Ja. Marianne die hier is er ook, daar ben ik blij mee. Dit is een rozenkwarts met rode fossiet. Dit is een rozenkwarts splitarmband. Dit is gewoon een heel klein rozenkwarts armbandje. Dit is dan rozenkwarts in combinatie met bergkristal en amethyst. Dat noemen ze de gouden driehoek. Die drie stenen versterken elkaar heel erg. Ja. Dus dat is een liefdevolle energie, een hele rustgevende energie en een hele zuiverende energie. Okay. Dus die drie bij elkaar. Die heb ik eerst ook. Dit is ook een rozenkwarts. Maar zij zegt, rozenkwarts is goed voor jou. Dus ja. Nou ja, ik heb dus die armbandjes. Ik heb hier een hanger met rozenkwarts. Ja, ik heb al dit om. Ja, dat combineert niet echt. Nee. En ik heb denk ik ook nog een oorbelletje met roze kwast. Ik heb oorbellen in. Ja, oké. Okay. Nou, we zijn vrij beperkt tot de armbanden, ja, denk ik. welke spreekt je het meest aan? Deze? Die is gewoon echt als een roze kwast. Ja. Ik denk dat mensen doen, denk ik. Ja. Dat doen passen. Ja. Ja, maar wat kost het eigenlijk? Deze is 15 volgens mij. Oh, dat valt me mee. Ja. Dan krijg je van mij wat zou er bij mij passen? Waar de betekenis op zat uitgelegd. Wat zou er bij mij passen? Zo, wacht zo. Nou, is dat waard? Ja, ik heb deze om in Noordwijk. Ja, maar ik vind dit op zich niet storend. Nee, stoort ook niet. Wat zou er bij mij passen? Wat zeg jij? Wat zou er bij mij passen? Geen flauw idee, moet je vragen daar? Nee, hier. Toch? Ja. Ik vind het heel lastig om het zo te zeggen, want ik ken hem helemaal niet. Deze is dit ook alleen vuur. Dit is ook alleen roze kwarts. Dat vind ik ook maar leuk hoor, zo ja, dat is wel wat fijner. Maar ja, in ieder geval. Allemaal hele mooie stenen die overal voor kunnen dienen. En dan moet je allemaal maar uit je hoofd zien te leren. Ik weet het niet. Wil je meteen om? Meteen toch om? Zeg jij? Meteen toch om? Ja, natuurlijk. Ja, zo zijn wij toch? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Oorbelletjes. Kettingjes. Leuk hè? Ja, ik vind het leuk. De mooie kistjes, maar ze zijn echt klein. Ja, dat is wat voor jou. Ja. De gekke kistjes zijn er wel. Ja. 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 Kijk, jullie doen meteen omzaaien en dan krijg je van mij nog een briefje. Nou ja, we gaan hem weer even sluiten. Hier zijn we dus bij aanbeland. En ja, ik mag enkel maar mensen, ik moet mensen vragen of ze het vlog willen, et cetera. En dan heeft dat keurig netjes gedaan. En Marianne, nou ja, die hoef ik niet te vragen, die heb ik één keer gevraagd en dat gaat gewoon door. Zo simpel. Dus we sluiten even af, dan kan ik gewoon. Dit is in ieder geval de werking van rozenkwarts. Nee. Je kan even ook die andere steen op. Nou, van het ene uiterste naar het andere uiterste ben ik bij mijn mama aanbeland. Ja. Even ingezoomd.
Ja, dat engeltje had een lantaarntje, maar dat lantaarntje is ook weg. Ze kunnen tegenwoordig niks meer hier laten. Nee. Daarom doen we dat ook niet meer, hè? Nee, dat weet mijn mama wel. Het is gewoon bizar. Ja, we zijn weer in het themapark aanbeland. Op zoek eigenlijk naar kleurverschillen van de herfst. Ik zie 1, 2, 3 nog niks. Ja, een klein beetje, maar of het op de camera te zien is, is ook vraag 2, ja. Ik ga eens even midden op het bruggetje staan. Ja, en dat hebben we gemist, hè, hier ook. Ja, de zomerdromen, dat was 1 september. Ja, en daar wist ik niks van. Helemaal ontgaan. En dat is een kapelletje. Daar heb ik met mijn mannetje nog gestaan. Dat we gingen trouwen. Althans, foto's enzovoort is gemaakt na het trouwen.
Maar ik zie nog geen kleurverschil. Nog niet erg heftig. Het rode, gele is. Wat dan ook, het is maar een klein beetje. Maar ja, de oktobermaand begint bijna. Ja, die ene boom is een beetje groen-geel. Die daar staat. En daar staat ook een boom tussen, die is ook gelig. Dus deze, die wordt ook al gelig, dit. Nou ja. En ik hoor de waterval weer. Die staat daar te sproeien. Gaan we even naartoe. Bruggetje over. Kijk, deze die verkleurt al een beetje. Nog even, mag ik weer nieuwe handschoenen zien te bemachtigen? Of ik moet eerst handschoenen gaan maken? Ik heb nog wel, maar die is te stuk. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik heb de meisjes ook al inmiddels uitgelaten. En ik heb al een bakje koffie en een broodje voor me staan. Ik heb bij Marianne eventjes niet gevlogd. Want we hadden het ook over dingen wat jullie niet aangaat. Ik ben dus wel bij Marianne geweest. Maar ja, de hele middag liep anders dan dat eigenlijk zo. Ja. Maar in ieder geval, verder is wel gezellig gehad. Ik heb wat gekocht, ja. Eén ding heb ik om. En die zal ik even laten zakken. Zodat het beter te zien valt. Want ik had er al drie om. Nou heb ik er weer een ander kleurtje erbij. En ik hoop dat jullie dat zien. Paars. Echte steentjes. Ik had al een zwarte om, maar wat dat is, weet ik niet, want dat komt bij Tiki vandaan. En Tiki heeft geen verstand van de stenen.
Althans, niet van dat waar wij het over hebben. Maar dit is... moet de pijn wat weghalen uit mijn lichaam. Dus we wachten dat af. Maar ik heb nog wat gekocht. Ja, en dat heeft met je chakra te maken. Ik hoop dat jullie dat ook zo kunnen zien. Chakra steentjes. Dus ja, dan gaan we ook mee aan de leer van waar kun je dat exact voor gebruiken. Want chakra is voor vele doeleinden te gebruiken. Dus ja, daar gaan we ook over leren en over doen en even kijken en even... En er is er eentje te zeuren, die heeft net eten gehad, maar die wil de kamer in. Nou, die wacht maar even. Of we doen hem wel brengen. Ja, anders blijft die zeuren, vind ik ook niet zielig. Het is hele middag en tot nu toe 7 uur geweest al boven. Hij heeft eten gehad nou. Maar hij wil nou de kamer weer in. Nou, dat mag dan ook. En ik moet Karin terugbellen, want die had al gebeld. Maar ik denk, ik ga eerst mijn meisjes uitlaten. Nou is er weer gebeld. Ik denk, ja, je wacht nog maar even. Een aantal x minuten totdat ik koffie heb en een broodje heb. En met jullie heb gepraat. Ja. Dat dus. Maar in ieder geval, een hele fijne middag hebben we gehad. Ik had gehoopt dat ik meer kon filmen, maar het was zo ontiegelijk druk daar. Daar weet je. Je kon op de kop lopen, laat maar zeggen. Zo druk. Nou, en niet wil iedereen op de vlog. Ook de mensen die een rating met je doet. Je moet wel betalen hoor. Ik heb geen rating gedaan. Ik denk, ja, dat ik zelf ook weet je. Maar het ging mij ook om andere dingen, of ze kistjes hadden, nou ja, ze hadden wel kistjes, maar niet van hout. En ze waren nog klein. Ik denk dat mijn kaarten, enkel die kaarten erin konden en verder niet. Ik wil toch iets groters. Al zou het een ouderwets antiek theekistje van grootmoeder geweest zijn, weet je, zoiets, dat mooi bewerkt is, ja. Maar in ieder geval, we zijn ook bij Zee geweest, we zijn bij het Themapark geweest. Bij Tiki ben ik ook binnen geweest. Ik heb weer wat achteruit laten hangen, dat ga ik aankomende week halen. Dat is een soort met van omslagdoek. Die ken ik straks aan wanneer het Halloween is. Bij deze rok, maar ik ken hem altijd aan, want het is een neutrale kleur. Nou ja, wat heet neutraal? Het is zwart. Zwart staat overal bij. En die kan ik desnoods aandoen. Vooral als ik dan, als ik gekleed ben. Ben ik nou trouwens ook, want ik heb mijn rok aan. En zwarte blouse en de rode trui erop. Het staat perfect. En ik kreeg vanmiddag al te horen van een wildvreemd iemand. Mevrouw, u hebt een heksenrok aan. Ja, en? Wat wil dat zeggen? Mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja, zolang het met mijn pincode niet is, mag jij mij alles vragen. Maar of je er een antwoord op krijgt, is vraag 2. Bent u bij toeval ook een heks? Ja? Hoezo dat? Had ik nog nooit niet eerder gehoord of ik... Zo'n vraag nog nooit eerder gehoord. En dan krijg je die vraag van het eerste in je leven. Terwijl je eigenlijk wel als een heks voelt, maar een goede heks, weet je wel. Ja, nou ja, mijn moeder is eigenlijk ook een heks. Oké. Leuk. Dacht ik. Ik zei, nou, ik zei, dat is toch mooi. Ja, werkt u ook in een tuin of zo? Ik zeg, ik ben wel een heks. Ik ben een goede heks. Ik zeg, maar... Ik heb geen groene vingers. Ik zeg, dat gaat mij niet worden. Ik zeg, ik laat zelfs nog een plant doodgaan. Dat dus. Ik zeg, nee, ik zeg, dat is iets wat ik niet kan. Ik zeg, maar ik kan heel veel andere dingen, wat ik wel kan. Oh. Kunnen we ook met daarboven praten? Ik zeg, ja, ik zeg, dat kan ik. Ik zeg, mits ik mezelf goed voel. Ik zeg, mankeer ik wat? Ik zeg, dan komt mijn man niet naar mij toe van, kan ik je helpen? Ik zeg, die laat mij met rust. Oh, sorry, is uw man ook al naar boven getoek? Ik zeg, ja, ik zeg, helaas wel. Ik zeg, via mijn man werk ik ook.
Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ik zeg, nou, dankjewel. Ik zeg, maar nou, hè, ik vraag aan jou. Ik zeg, hoe oud ben je dat je dit mij allemaal vraagt? Was die jongen nog maar 16? Maar lang in, ik dacht van, is het koud erboven? Zo dan, wat al lang in. En dan was het ook nog op de dijk, bij de zee. En tenminste op de dijk, helemaal erbovenop. En ik denk, jeetje, dat hij het niet koud heeft erboven. Maar ja, dat was een geintje in mezelf. Maar ja, dat was verder zo'n leuke knul en eventjes leuk gesproken. Ja, dat vond ik wel even grappig. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Gaan wij aan deze kant ook doen. Ik ga zo meteen een lampje aandoen. Ik heb even de deur op een keertje, want ik had dat ik thuis kwam, was het hier koud. Ik denk de kachel aan. Kom ik weer thuis. Doe ik even frisse lucht erbij pompen, dat het warmte en kou fris is. Ik denk, en dan gaat de kachel uit en daarna gaat de deur dicht. Maar de deur moet ik nog dicht doen. Maar er ligt er eentje in de weg en ik zit met jullie te praten. Dus dat dus. Ik ga een hapje eten, een bakje koffie doen, Karin bellen. Tenminste, als het Karin is, verwacht ik wel. En we spreken elkaar later vanavond alweer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. De tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen, want het is inmiddels alweer 2:33. Dus het wordt de hoogste tijd dat we gaan slapen. Hé, dames? Ja, we zijn nog buiten geweest. En ik denk, ik maak er een kort blokje van. Zodra ze allebei hun grote behoefte hebben gedaan, dan is het radicaal weer omslaan. Ja, dan gaan we weer toe huizen. Want ja, ik zei ook al, vrouwtje die is ook moe. Vrouwtje wil ook slapen doen. Ja, hè? De ene legt hij weer lang uit. En de andere legt in een holletje op de bank. En dat dus. Nou, televisie is uit, computer is uit. Het is nog licht bovenaan te overen via Google. En licht hieruit te overen eentje trouwens. Want dat moet met de hand, die twee. Ja, dat dus. Maar het komt wel goed. Lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, en jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.